Wij spraken vorige week met Diederik Samsom, die nu natuurlijk bij de Europese Commissie zit. En hij zei dat je de energielast het slimst kunt verdelen via de meter. Als je de eerste twee kuub gas goedkoper maakt, profiteren vooral de armste gezinnen. Gaat u dat regelen? Dus over techniek, dan moet ik echt even over nadenken. Ik even... Inderdaad... Ja, dus de eerste twee kuub voor iedereen goedkoper. De eerste twee kuub gas. Ik denk dat we sowieso moeten gaan kijken hoe we ook meer kunnen besparen. Overigens is het voor heel veel mensen die in deze situatie zitten, hebben dat al lang gedaan. Ja. Wij hebben natuurlijk ook wel een korting gegeven, ook op de energierekening. Dus naast die €800 verlagen we ook, eind vorig jaar is er ook een verlaging geweest van de energiebelasting. En dat gaat nog een keer gebeuren per juli. Dus op die manier probeer je ook via de rekening de pijn wat te dempen. Maar het is, we moeten ook eerlijk zijn, echt dempen. Het is niet het maar die oplossen. Twee kuub zou natuurlijk ervoor zorgen dat juist de lage inkomens met kleinere huizen er een voordeel aan hebben en dat we misschien wat meer bezuinigen. Ja. Nou, niet technisch kan ik het niet helemaal overzien. Dus dat misschien dat Diederik Samsom nog de praktische invulling ook weet.